bloed kruipt waar het niet gaan kan. Wilfred Genee gaat toch weer een voetbalpraatprogramma maken. Terug op Veronica op maandag en vrijdag. Toch weer een voetbalprogramma. Ja, leuk hè? Ik dacht dat je daar een beetje klaar mee was. Dat je over de serieuze dingen... Johan Derksen was klaar met voetbal. We moeten wel de feiten op een rij hebben. Ja, we moeten alles op een rijtje zetten natuurlijk. Kijk, Johan wilde heel graag nog een keer breder. Dieper. Ja. Nieuwsuur. Ja, netter. Niet zo ordinair als het was altijd bij ons. Die wilde gewoon een degelijke, opeenachtige talkshow wilde die. Dag dames en heren, een hele goede avond en hartelijk welkom bij de allereerste aflevering van VI vandaag. Dat is gelukt, hè? Met hoort en stoten, ja. Oeh, pas ook maar op. Ja. Hey, maar een voetbalprogramma ga je weer maken. Eigenlijk weer oud en vertrouwd op maandag en op vrijdag. Hoe is dat gelopen? Heb jij dat bij de baas neergelegd van wil dat weer? Het grappige was toen wij dus die overstap maakten, dat was januari natuurlijk. Toen zei ik in december nog tegen Marco Laurens, laat nou gewoon dat timeslot wel staan op Veronica. Want we hebben daar natuurlijk altijd voetbal gedaan. Voor de vaste kijker is dat natuurlijk nog steeds herkenbaar. Maak je gewoon een uurtje en dan ga je daarna door met het andere programma. Dan gaan we met Johan, René en ondertekenen. Ik zei, nee, ik moet toch die kant op. Dan kan ik het er wel bij doen op Veronica. En dat is toen niet gedaan, maar dat is wel steeds blijven sluimeren bij een heleboel mensen. De hele zomer heb je kunnen nadenken over ideeën voor dat programma. Wordt er heel creatief gedacht of wordt het eigenlijk gewoon weer voetbal inside zoals het vroeger was? Nou, je kan maar één programma maken dat voetbal inside heet, dat kan je met Johan en René maken. En die zijn uniek, die zijn onvervangbaar. En wat wij aan chemie hebben met z'n drieën, dat zal je nooit weer krijgen, denk ik. Dat is wel heel erg groots wat ik nu probeer neer te zetten. Maar zo voelt het wel een beetje. Je moet hier, als je niet binnen een tiende seconde reageert, ben je afgelopen. Weet dat Doron, hè? Ja. Je moet zo snel zijn. Ja, maar het is ook een heel gevoelig onderwerp. Ik heb een hekel aan het geïnterrumpeerd. Ja, weet ik. Het wordt een voetbalpraatprogramma, maar het wordt geen studio voetbal. Het wordt een beetje een mix van alles, denk ik. Ik bedoel, je kan niet een programma nadoen of imiteren. Dat moet je ook niet willen. Je moet je eigen stijl proberen te vinden. Daar heb je andere mensen voor. Heb jij die mannen zelf uit mogen kiezen eigenlijk? Nee. Hoe is dat tot stand gekomen? Nee, want Wesley komt natuurlijk nu van RTL. Ik werd een aantal weken geleden dus gevraagd of ik toch weer het voetbalpraatprogramma wilde doen, wat ik zelf al had geroepen. En hoe ik dat vond als dat met Wesley en met Andy zou zijn. Ik zei, nou, dat lijkt me een goed plan. Goede voetballer is nog niet meteen een goede analist, natuurlijk. Dit is Co-Adriaanse. Ah, mooi, hè? Ja, goed paard en een goede ruiter en dat soort teksten allemaal. Ja, dat moet blijken. Ja. Ik denk dat Wesley gebekt genoeg is om zich te kunnen uiten. Nou, Andy heeft meer dan voldoende televisieervaring. Ook als interviewer nu in zijn autoprogramma, zijn interviewprogramma. We hebben Wesley in de Oranje Zomer een keer gehad. Dat deed hij perfect. En ik denk dat er veel in zit. En wat zei ze dan tegen jou dan als ik binnenkwam? Hé, Hasman! Zij heeft geen Hasman. Voelt het nou een klein beetje als vreemd gaan nu je met andere mannen aan tafel gaat zitten? Johan en René, hoe die dat zouden vinden. En kijk, het is ook een beetje praktisch, hè. Ik moet toch al die kant op maandagavond. Trouwens op vrijdagavond ook. En op dinsdag, woensdag en donderdag trouwens ook. Dus zou het ook nog kunnen doen. Zie je dat zitten? Om het dagelijks te doen. Nee, dat lijkt me een beetje overdreven. Bovendien, dat moet je juist niet willen. Want het is juist dat voor het weekend, na het weekend gevoel wat je moet hebben. Helene zit natuurlijk de eerste komende tijd nog op 7:30. Ik vind het zelf nog steeds heel erg leuk om te doen. Maar ik heb het leven, we hebben het wel met de mannen overlegd. Wat die ervan zouden vinden. Maar goed, Johan gaat nu weer een dagelijks radioprogramma maken. Bij Veronica. Bedoel ik maar inderdaad. Dus je kan ook niet zeggen dat de rest rustig op zijn lauweren gaat rusten. Wat gaat René doen dan? Komt hij af en toe bij jou toch aanschuiven? Nou ja, dat zat ik me ook af te vragen. Daar moeten we het nog wel eens over hebben. Maar het enige gevaar daarvan is natuurlijk weer dat je dan twee gezichten hebt die meteen daarna weer op die andere zender ook. Dus het zou kunnen zijn dat René dan zijn kruid verschoten heeft. Dat weet ik niet helemaal. Mijn vader heeft ooit gezegd, mijn vader was tegenwoordiger, en die zei, als je ergens goed in bent, moet je zorgen dat je het altijd een beetje blijft doen. En ik miste het wel. Dus, ben je niet ergens een beetje bang dat de programma's straks gaan dubbelen? Want ik bedoel, in Vandaag een Site kun je natuurlijk ook niet om het voetbal heen met zulke mannen aan tafel. Ben ik met je eens. Ja. Dus dat gaat ook zeker gebeuren. Alleen ik denk dat de insteek en de manier waarop Johan en René het doen totaal anders is als die van Andy en van Wesley. Absoluut. En dat levert weer een heel ander soort chemie op. En ik weet ook niet hoe ik zelf als presentator in welke rol ik precies terecht ga komen. Kijk, ik vind dat een goede presentator eigenlijk een scheidsrechter is die niet opvalt in een wedstrijd. Als een wedstrijd goed gefloten wordt door een scheidsrechter, dan heb je hem helemaal niet gezien. Mijn rol als presentator is eigenlijk altijd om Johan en René zo goed mogelijk in hun kracht te zetten. En dat geldt ook voor de andere mensen die daar aan tafel komen. Dat geldt in dit geval ook. Dus eigenlijk moet ik niet zo dominant zijn, maar moeten zij vooral gloreren. Ja, nu is het zo, we lopen hier in Hilversum en in de wandelgangen gaat het gerucht rond dat RTL ook met een voetbalprogramma komt. Ja. Is dit programma stiekem ook niet een beetje bedacht om straks de concurrentiestrijd aan te gaan? Ik sluit dat niet uit. Ik denk net zoals jij denkt, dat zou heel goed kunnen. Ja. Alleen dan moet je even achter mij naar binnen lopen, dan moet je aan de directeuren vragen of dat meespeelt.